Xyris en Tafkap zijn begin 2020 bij Stichting AAP gekomen. Ze werden door particulieren thuis gehouden in een badkamer en ze verkeerden in een slechte conditie. De eerste weken zaten ze hier in de quarantaine. Tijdens hun verblijf in de quarantaine kwamen we erachter dat Xyris mank liep. Ook Tafkap was niet helemaal in orde. We kwamen er eigenlijk al snel achter dat ze oude botbreuken hadden en vergroeien in hun hele lijf. Gelukkig konden de jonge dieren hier bij Stichting AAP aansterken. Na hun quarantaineperiode was het tijd voor hun volgende stap. Ze kwamen hier op de zoogdierenafdeling terecht. Hier op de zoogdierenafdeling hebben de servals meerdere buitenverblijven gekregen. Voor ons was het wel een hele uitdaging. Xyris die liep mank en dat was een van de dingen die we als eerste wilden aanpakken. Dus door middel van verrijking, aanpassing in het verblijf, activiteit. Maar ook niet te veel activiteit, want ze hadden helemaal geen bespiering. Dus door middel van de juiste voeding met genoeg calcium is het eigenlijk een heel proces geweest om ze hier zich weer een beetje thuis te laten voelen en ze weer op krachten te laten komen. In de tussentijd zijn we druk op zoek geweest om een herplaatspartner te vinden voor deze twee servals. Die hebben we gevonden in Wild Heart Animal Sanctuary in Engeland. Nu is het tijd om ze klaar te maken voor het vertrek.